Ik zet filmpjes op Instagram en mensen reageren daarop. En soms krijg ik DM'tjes. En ik had er nu één gehad. En dat was een DM is een personal message. Een direct message. Dat is een privébericht. Ja, nee, Henk vroeg het aan zijn zoons. Dus ik denk, ik help even. Het lijkt nu net alsof ik hem aan het mansplainen ben. Henk, zou jij even uitleggen hoe dat zit? Een soort sms, maar dan... En dat bericht, daar werd tegen gevraagd van... Die vroeg zich af of ik mij nog ging uitspreken tegen de oorlog. Op Instagram. En ik dacht... Huh? Want ja, dat, ik dacht, de oorlog, ik vind, oké. Want andere, ja, dat stond bij. Ik zeg, maar hoezo dan? Ja, omdat andere influencers dat ook doen. Ik zeg, nou oké, je denkt dus dat ik een influencer ben. Dat vond ik al walgelijk. En twee, we uitspreken tegen de oorlog, maar dat wist ik dus helemaal niet. Maar ik dacht dus dat mensen er wel vanuit gingen dat ik überhaupt... tegen oorlog ben. En ik snap dat bij jullie best wel heftig aankomt nu, maar ik ben zelfs voor vrede. Dus dat is vrij essentieel om te zeggen. Ja, ik dacht dus, laat ik even, ik heb een lijstje gemaakt met gewoon een paar dingetjes waar ik me tegen wil uitspreken. Ik dacht, dan nemen we die door. Dat is een soort disclaimer. Kun je niet na afloop zeggen, nou, maar hij heeft zich niet uitgesproken tegen dit en dat en zo en zo. Dus dat, zullen we dat nu gewoon even... Ja, als jullie nee zeggen, doe ik het ook. Dus laten we even dat lijstje doornemen. Dat lijkt me goed. Ja? Dus ik spreek me uit tegen oorlog. Ik heb echt een broertje dood aan oorlog. Ik vind echt... Niet doen. Racisme wil ik me ook tegen uitspreken. Ik spreek me ook echt falikant uit tegen seksisme, discriminatie. Dierenmishandeling vind ik ook niet tof. Kindermishandeling dus ook niet. Pesten wil ik me ook tegen uitspreken. En tegen mensen die hun afval dumpen in het milieu vind ik ook niet tof. Ik wil me uitspreken tegen pubers op fatbikes. Bejaarden op e-bikes. Ik wil me ook uitspreken tegen mensen die zeggen expresso in plaats van espresso. Ik wil me uitspreken tegen mensen die zeggen zo, even op mijn zuignap zitten. Sorry dat dat nu in jullie hoofd zit. Ik wil me uitspreken tegen mensen die dan gaan zitten en zeggen hè hè. Ik zit. Ik wil me ook uitspreken tegen Thijs Reumer. Bij deze. Ja. Oh, oh. Ja, weet je wat hij heeft gedaan? Ik spreek me daar tegen uit, hè? Heb je zijn verweer gehoord ook? Ja, maar ik kom uit een heel vrij Amsterdams milieu. Ik denk, hoe vrij dan? Weet je, wat is jouw grens dan op een gegeven moment als je dit toelaatbaar vindt? Weet je. Ik weet dat hij gespeeld heeft in een film die heet Alles is Familie. Maar ja, goed. Ik weet niet of dat dan de grens is voor hem. En tot slot wil ik me ook uitspreken tegen vrouwen die hun kinderen op gelijke manier behandelen. Daar word ik echt scheidsziek van. Dan zie je van die vrouwen die dan met hun kind... Weet je, die dan zeggen, dan doet dat kind iets. En dan zegt die vrouw, maar wat, Tijmen? Dat hebben wij daar thuis over afgesproken, Tijmen? Terwijl Tijmen is 3 maanden. Hij heeft geen perceptie van afspraken. Hij zit gewoon te schijten terwijl je dat tegen hem zegt. Dus... Goed.